Na deze Poolse landdag in Arnhem weten we het zeker. Er komt een machtswisseling. We geven Nederland terug aan de hardwerkende Nederlander, sprak Mark Rutte trots bij de presentatie van zijn regeringsplannen. Ik zat te luisteren en ik voelde me gelijk schuldig. Dat heb ik altijd als Rutte het over de hardwerkende Nederlander heeft. Ik heb nooit het gevoel dat ik erbij hoor. Hij kijkt er zo streng bij, ik denk dan meteen, oei, ik werk niet hard genoeg. En ben ik eigenlijk wel een Nederlander. Ik was dus binnen 5 minuten al van slag en toen begon hij ook nog over de crisis. Daar word ik altijd een beetje bang van. Dan kijkt hij heel ernstig en dan zegt hij, in deze moeilijke tijden, soms kijk ik dan in de reflex omhoog om te zien of het universum al op ons neerkomt. Resultaat is wel dat ik al zijn oplossingen daarna voor zoete koek neem. Ik wil meteen getroost worden. Als hij slim is, gebruikt hij die zin dan ook gewoon in de kroeg. In deze moeilijke tijden is het van groot belang dat ik u deze nacht nog neem. Mij heeft enfin, het zijn dus moeilijke tijden voor de hardwerkende Nederlander. En daarom krijgt hij Nederland terug. Dat roept logischerwijs 2 vragen op, waarvan de eerste is, wie was voorheen dan de baas? Van wie krijgt de hardwerkende Nederlander Nederland dan terug? Wat waren Balkenende en Zalm dan voor mensen? Zacht hobbyende Hollanders, part-time ploegende Polen, languit liggende Luxemburgers. En de tweede vraag is nog veel complexer, namelijk wie is dan de hardwerkende Nederlander? De enige manier waarop we iets over hem te weten kunnen komen is afgaan op de regeringsplannen. En daaruit blijkt al snel 1 vrij duidelijke eigenschap van de hardwerkende Nederlander. Hij houdt niet van Pieter Derks. Cabaretvoorstellingen vallen, net als alle andere culturen voortaan in het hoge BTW-tarief, dus al mijn kaartjes worden 13% duurder. Alleen de bioscoop en het circus blijven goedkoop. Om eens een stijlfiguur van Wilders te gebruiken, hier lijkt mij sprake van een popcornkorting. De hardwerkende Nederlander is dus blijkbaar iemand die niets liever doet dan in het circus zitten om zich ouderwets op de dijen te slaan van het lachen om de malle strapatsen van clowns en olifanten. Het is alleen te hopen dat de nieuwe dierenpolitie straks dat feest niet komt verstoren. Maar als ze de tent binnenkomen is het inbraak en dan mag je ze ook gewoon weer als levende kanonskogel door het dak naar buiten. U hoort het al, dit wordt een leuker land. Het zal voor mij als linkse hobby even schrikken zijn, maar we moeten nu eenmaal onze verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid van de hardwerkende Nederlander. Zoals Maxime Verhagen vandaag op het CDA-congres over de PVV-kiezer zei, we mogen 1,5 miljoen mensen niet langer uitsluiten. Dat lijkt me inderdaad verstandig, al is het dan natuurlijk de vraag of je ze meteen de baas moet maken. Er wonen immers ook nog 14,5 miljoen andere mensen in dit land. En al weet ik niet of dat dan zachtzinnende Zweden zijn of diepdenkende Duitsers. Het lijkt me toch gezelliger als die zich ook een beetje thuis voelen. Maar de dictatuur van de hardwerkende Nederlander is aanstaande. Alles wat er niet aanstaat wordt verboden. Met je hoofddoek in een kraakpan naar de publieke omroep kijken is er straks niet meer bij. De enige troost is dat je er dan wel een sigaretje bij op mag steken. Dat is alleen om afklinkt nog een klein beetje te zakken. Al heb ik dus nog steeds geen duidelijk beeld van hoe ik hardwerkende Nederlander kan worden, er zit niks anders op dan het gewoon maar te proberen. En het zal nog niet meevallen. Want terwijl ik vandaag de chaos op het CDA-congres bekeek, werd me in elk geval 1 ding heel snel duidelijk. Voor de goede grappen en gepeperde columns zal ik de komende tijd waarschijnlijk niet zo heel hard hoeven werken.